Net zoals we verder met Ratchet en Clank gaan pakken in Kai. En Ratchet is nog steeds op zoek naar Captain Quark en de andere gevangenen. Per forza lo! Detentievleugel? Hé! Hey. Wauw! Dat werkte gewoon! Niets! Daar is Vossel! En de gevangenen! En daar zijn ook de gevangenen! Dat was Azimuth niet! Dat was maar een jonge Lollebex! Het is waar, ze ik heb nog mensen! Als ze nog niet praten, zolang ze nog zijn, dan springen! Gooi ze eruit door de lucht uit! Help ons! Wie dan ook! Dan moeten de gevangenen helpen. Ah, daar is aan de waken! We zijn gered! Ik wist het ons kwam halen! Een jongen, en Captain Quark! Nu nog een weg naar buiten zoeken. Hoe heet je ook alweer? Kind, gooi jezelf zo hard als je kunt tegen deze lasermuur. Hé meneer, en die versa-zekering dan? Als je hem eruit trekt, zakt het veld misschien. Het is ja, de gevangenen zijn vrij. Ik krijg ons hier wel uit. Ik is stil. Straks gaat het alarm af. Ja. Ja, wacht, de alarm is afgegaan. Snel, de gevangenen beschermen. Oké, we gaan. En besef, en altijd je maatje. De brug is kapot. Hij is kapot. Thank you.
zijn plek. We gaan maar naar die poort uit. De rest van de gevangenen nog bereiken. De gevangenen komen. Ik open de deur. Jij brengt de Fongoids in veiligheid. Ja. Oké. Moet er nog iemand plassen? Als we zijn vertrokken, ga ik niet terug omdat er iemand nodig moet. Ja. Voilà. Fongoids zijn vrij. Alle gevangenen zijn gered. Yes, het is gelukt. Captain Quark kan vertrekken en de Fongoids zijn veilig. Gelukkig, nu moeten we even zien of we zien te komen. Hoi, Barcelona is kwaad. Ik wil weten wie zij gehoord hebben en ontsnappen. Ah. Welkom. Ik heb jou zelf mee. Filio, mijn ontsnappingsroute is geblokkeerd. Kom naar het onderdek van het laadruim. Oké, reistijd 30 seconden. Barcelon! Good.
gebeurd? Goed nieuws. Volgens het opperhoofd woont Alice Asimov op toren 4 in de Vela-sector. Ik stuur nu de coördinaten. Ondertussen blijf ik bij de Fungoids om uit te vissen wat ze nog meer over Asimov weten. Quark uit. Hij weet waar Asimov is. We vertrekken. We zijn nu in de sector. Ja, het schip vertrekt. Galactische kaart bijgewerkt met Vela sector coördinaten. Yes, kijk voor. Asteroïdeveld ontdekt. Wees voorzichtig. Mijn sensoren nemen hoge elektromagnetische stralingsniveaus waar. Onze schilden zijn niet sterk genoeg voor optimale rompintegriteit. Ah. Waar was Sony voorzichtig. Jullie zien verder in het volgende paard.